Goedemiddag Jan, hoe gaat het? Ach, ik ben weer een beetje tot rust gekomen. Als je loopt naar de plek van bestemming, dan heb je toch een bepaalde spanning. En ik moet zeggen, die nervositeit, dat is al bij mij heel lang geleden dat ik die zo had. Ja. Ik was er vanmorgen zelfs een beetje emo van, om heel eerlijk te zijn. Toen ik op het kamp aankwam, en ik zag al die mensen die uit Groningen, uit de rest van Nederland, uit Europa, die het gewoon goed met Groningen menen. Ja, dat greep me even bij de keel. Maar ik ben nu weer rustig. Ik heb ook even mijn verhaal te kunnen doen. En ja, dat ging weer prima. En dat kon ik weer doen zonder enige emotie. Lukt natuurlijk niet. Maar ik was wel weer rustig. Ja. Want, kan je iets vertellen over dat verhaal wat je wil? Ja, ik wil het verhaal nog wel even heel kort doen. En dat is mijn mening en bij die mening blijf ik. Dat mijn vader vroegtijdig is overleden. En dat een deel van de schuld bij het Centrum Veilig Wonen ligt. Want die hadden me alles toegezegd en die zijn niks nagekomen. Alleen maar negatieve berichten brengen. En bij het allerlaatste gesprek van het Centrum Veilig Wonen na mijn pa, waar ik bij was, was zo negatief dat hij binnen een week is hij daarna overleden aan een hartstilstand. Ik wil erbij wel bij zeggen, hij was hartpatiënt, maar stabiel. Hij had nog net een keuring voor die tijd gehad en hij hoefde pas over een jaar weer te komen. En als je niet stabiel bent, dan laat de arts je eerder terugkomen. En dat was dus niet aan de orde. Dus ik heb met heel veel mensen gebeld, met heel veel instanties, ook met UMCG, met zijn huisarts, met zijn cardioloog. En die zeiden allemaal, ga er maar vanuit dat stress hem mede noodlottig is geworden. Ik heb dat proberen aan te vechten. Omdat ik het Centrum Veilig Wonen verdachte van grove nalatigheid met de dood tot gevolg. Nou, daar wilde de politie niet in meegaan, daar wilde het Openbaar Ministerie niet in meegaan. Toen heb ik artikel 12 wetboek voor strafvordering in werking gesteld voor dit onderwerp. En ook de rechters daarin wilden niet meegaan, ook al had ik steunbewijs, ook al had ik getuigen dat mijn pa het laatste half jaar tijdens het proces met het Centrum Veilig Wonen, dat hij hard achteruit gegaan is en dat hij eigenlijk mede daardoor te vroeg is overleden. Je hebt dat verhaal, bedankt. Je hebt dat verhaal net gedeeld met Code Rood hier op het podium. Hoe voelde dat aan? Nou, dat voelde heel goed. Kijk, Code Rood. Twee jaar geleden heb ik nog nooit van Code Rood gehoord. Dat was voor mij helemaal onbekend. Groningen Bodembeweging ben ik lid van, doen we wat acties. En via die acties kom je Code Rood tegen. Je informeert wat met correspondeert wat met mensen, je informeert wat bij mensen. En dan blijkt dat een groep te zijn die opkomt voor zaken in het klimaat waar ik wel achter sta. En dus ik heb ook eigenlijk wel afgesproken met Code Rood, is er volgend jaar iets in België te doen, of in Denemarken of in Duitsland. En mijn gezondheid laat het toe, ben ik er. Moet je lezen waar het lopen staat. Ga jij zo snel? Hoe ga je nu verder met ook het verhaal wat je net vertelde over je vader? Ga je dat achter je laten? Voor het grootste gedeelte heb ik dat achter mij gelaten, maar ik heb weer een nieuwe procedure opgestart. Ik heb gesproken met een oud. Het woord ontschiet mij. Oud officier van justitie. En die heeft mij wat tips gegeven. En ik heb Centrum Veilig Wonen nu aangeklaagd wegens vermeende valsheid in geschriften. Omdat zij steeds verwijzen naar iets wat er helemaal niet was. En als je dat doet, als je dat kijkt en
Wetboek van Strafrecht, artikel 225. Dan maak ik mij er hard voor dat er valsheid in geschrift is. Dan verwijzen ze naar iets als bewijsstuk dat er helemaal niet is. Nou, dan is valsheid in geschrift. Dus daarvoor heb ik ze aangeklaagd, vermeende valsheid in geschrift. Dat ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dus daar ga ik in verder. Ook als het Openbaar Ministerie dat niet ontvankelijk verklaart, ga ik weer in beroep bij het Hof. En heb je hier wel steun bij, dat je er niet alleen voor staat? Nou, ik heb van de mensen van de Groninger Bodembeweging heb ik daar steun bij. Die adviseren mij in sommige zaken, maar ik doe het alleen. Dat bevalt mij op zich prima, want dan kan ik precies vertellen en uitleggen waarom ik iets vind. En verwijzen naar wetsartikelen waarom ik dat vind. En niet waarom een ander. En dan hoop ik dat het recht toch nog een keer zegeviert in Nederland. Want ik heb toch een aantal dingen meegemaakt waarvan ik denk, wij zijn geen echte rechtsstaat meer. De rechtsstaat wordt hier gemanipuleerd door de politiek. En daar word ik erg pissig van. Nou, word ik niet, dat ben ik al. Oké, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.